Hey, what's good here? Het is je Pando Stelvo Vechten. Oké, vandaag gaan we het hebben over wat vinden meisjes irritant aan jongens. Ben je niet bekend met mijn meidenjongens video's? Zorg ervoor dat je dan even ze allemaal kijkt. Hier is een linkje of hier is een linkje. Je ziet iets in beeld komen. Ben je nieuw? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. We zijn op de road naar de 100.000 volgers. Laten we gaan beginnen met de video. Jullie hebben dus echt, echt heel veel dingen achtergelaten. We gaan beginnen met degene die het vaakste geliked is. En dat is deze. Oké, als ze lief tegen je zijn en zijn vrienden zijn erbij, stoer gaan en ontkennen. Oké, dus ik weet niet precies hoe je deze bedoelt, maar ik denk dat ze dus zegt van tegen jou doet ze heel lief, dus tegen een meisje doet ze heel lief, maar tegen de vrienden doen ze heel stoer. Het gedeelte ontkennen snap ik niet helemaal van qua ontkent hij nou dat hij lief doet tegen jou. Dat zou best wel heel bizar zijn. Wat ik wel kan zeggen is dat jongens anders doen bij meisjes. Dus jongens gedragen zich anders bij jongens dan bij meiden. Jongens doen veel jongens bij jongens dan bij meiden en dat is gewoon logisch, want hoe ik me gedraag bij de boys, zo kan ik me niet gedragen bij de meiden. En dat is super logisch, want meiden hebben ander humor, dus jongens moeten zich daar aanpassen. En heel veel meiden irriteren zich daaraan en ik snap het niet helemaal, want met jongens kan je ouwehoeren. Met meiden kan je ouwehoeren, maar op een andere level. Met jongens kan je echt ouwehoeren. Je kan dingen gaan slopen, dat is niet stoer doen, het is meer gewoon wat jongens doen. Het is natuur. Het is natuur. Het is natuur, you know? Oké. We hebben een nieuwe en dat is dat ze soms met je gevoelens spelen. Ik zeg niks, maar meiden weten ook precies hoe je met gevoelens kan spelen. Maar meiden zijn ook vies hoor. Jullie zijn ook visa. Op een duur kom je ooit degene tegen die bij je past. Oké, laat even achter in de reacties wat je van dit blouse vindt. Want dit blouse is al erg oud. Ik maak geen grap, volgens mij heb ik deze in klas 3 gehaald of 4. En ik pas hem gewoon nog steeds, dus ik groei gewoon niet meer. Oké, we hebben iemand en die heeft echt een hele lijst gemaakt. Een hele lijst voor je benen. Wauw. Als ze arrogant doen en over zichzelf praten en dan wil je ook dat ze jou wat vragen. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Maar dat betekent dat jij iets aan hun vraagt. Van, yo, hoe was je dag? Ja, was leuk. Gast, jij bent arrogant. Als ze heel erg open zijn over seks en alles doorvertellen. Meiden zijn er wat minder in, denk ik. Maar voor de boys was het echt van, ah, lekker pik. En dan zeg je tegen iedereen en dan ben je de man, snap je? Als je het hebt gedaan, ben je de man. Dan ben je... Als ze de hele tijd doorzeuren om iets terwijl je het niet wil. Ja, dan moet je gewoon zeggen, ik wil het niet. En als ze door gaan zeuren, dan moet je zeggen, gast, kappen nou. Of ik breek je kaak. Als ze stinken, sommigen mogen zich echt beter gaan wassen. Ja, oké, jongens zijn wat minder goed in hygiëne, maar dat komt gewoon... Mannengeur is de beste geur ooit. En een dikke zweetgeur. Zweetoxen is lekker toch? Dat is toch heerlijk? Dat is toch om te genieten? Als ze gaan flexen of straattaal gaan praten. Ja, ik snap hem wel. Ik snap... Maar niks is goed qua hoe mensen praten. Want hoe ik praat, haten mensen erop. Eén keer praat ik Gronings en als ik Gronings praat, dus... Maar daarheen, jongen, ga ik met jou en zeggen mensen, joh, waarom praat je straattaal? Ik weet niet meer hoe ik moet praten. Dus als je niet, ja, kan vinden hoe iemand praat, praat dan niet met diegene. Er zijn andere mensen die op andere manieren praten en dan kun je daarmee praten. Daarom zijn er ook meer mensen op de wereld. Groot ego en denken dat ze beter zijn. Wij jongens zijn beter. Wij zijn veel beter. Wij zijn de beste. In alles. Ik wil toegeven, in sommige dingen zijn jongens beter. Maar in andere dingen zijn meiden weer beter. En daarom zijn er jongens en meiden. Jongens zijn meestal geïnteresseerd in andere dingen. En dat hoeft niet te zeggen dat meiden het niet mogen. Maar jongens vinden meestal andere dingen dan weer leuker dan meiden. En als ik iets leuk vind wat een meiden ding is, ja, laat mij dat gewoon doen. Klaar. Laat ze alleen bij je zijn en heel aardig doen. En bij vrienden heel anders. Oké, dus dat is wat ik zei. Bij een meisje gedraagt een jongen anders zoals een meisje wil. Wij kunnen niet gedragen zoals we bij de boys gedragen, want dan dat begrijpen jullie niet. We kunnen niet tegen jou gaan zeggen van... Ik weet niet wat ik wil gaan zeggen. Niet snel reageren op appjes en niet willen bellen. Dat klopt, want wij jongens hebben een eigen leven. Wij hebben een... Oké, ik heb altijd al gehad met meiden dat ze gingen huilen, dat ik... Huilen niet echt, maar gewoon zeg van, yo, je moet meer reageren. Maar ik ben iemand die gewoon lekker... Oké, ik ben online voor social media, voor video's en zo. Dat vind ik leuk. En voor de rest game ik online. En dat was het. Maar als je met mij wilt praten, praat het liefst gewoon in het echt. Want... Nee, ik ben gewoon bezig. Hè. Dat hij doet alsof hij zich schaamt voor zijn vriendin. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie. Oké, weet je, als ik een vriendin had, dan was ik er gewoon vet trots op. En gewoon blij. Dan zei ik van, yo... Dit is mijn vriendin. En natuurlijk, in het begin is het moeilijk of ongemakkelijk te zeggen. Vooral de eerste keer. De eerste keer dat je vriendinnetje hebt, was ik echt van... Yo, hoe moet ik het gaan zeggen? Maar, wat verwacht je dat hij doet? Wat verwacht jij van een jongen? Dat vraag ik dan af.
Wat verwacht jij van iemand dat hij doet? Dat hij echt staat te springen van, yo, dit is mijn vriendin? Want dat is Disney. Dat gebeurt niet in een echte leven. Hoor je mijn kat? Mauw! Mauw! I love this cat. Mauw! Kom eens! Ja, ja, ik ben boven, kom. Ah, daar is hij. Zie je hem? Wat ben je toen schattig, ja, kom maar. De andere is dat een meisje alleen maar moeite moet doen voor contact. Als jij alle moeite moet doen, waarom doe je moeite? Het moet samen gaan. Als het niet samen gaat, dan klikt het niet. Klaar. Dan is het jammer, maar dan is het gewoon, dan werkt het niet. En dan gaat het nooit werken. Dus je zegt aan de jongen dat je gevoelens voor hem hebt. En hij vraagt je uit. Maar kan na 2 maanden nog niet zeggen of hij verliefd is of niet. Dat mag toch? Klaar. Jij kan zeggen van, yo, ik vind je leuk. Hij zegt, oké, dan gaan we een keer uit. En hij is van, ik weet het niet. Kijk, en dan mag jij beslissen van, oké, ik wil met hem verder of ik wil gewoon niet met hem verder. Charlotte, en die heeft gewoon 12 dingen. En jullie meiden mogen in de comments zeggen of dit allemaal waar is. Het is, jongens hebben eisen over vrouwelijk lichaam. Het is meer stoere praat, maar uiteindelijk is de jongen al blij gewoon met een meid. Noemt ieder meisje een plak? Ja, oké, dat is gewoon in de leeftijd waar jullie allemaal in zitten. Dat kan ik niet zo noemen, maar het enige wat ik zeg is, het wordt beter voor de meiden. Jongens zijn gewoon in die leeftijd echt irritant. En ik weet het ook gewoon hoe het was hoor. Nooit willen praten over gevoelens. Nee, maar dat hoeft ook niet. Wanneer ze denken dat ze alleen zijn, die snap ik niet. Altijd ruzie zoeken met anderen zonder reden. En maar weer, ik denk weer dat gewoon natuur is. Weer laten zien van, yo, ik ben sterker dan jij, wat moet je? Ik heb het zelf ook. Als iemand mij lang aankijkt, denk ik van, gast, kijk je. Ontkennen bij vrienden dat het een relatie zou zijn. Dat kan. Heb ik niet echt superveel gedaan. Natuurlijk wel een keertje dat ik nog niet zin had dat iedereen het wist. En dat was niet puur om alles, maar puur om meningen van anders, daar had ik geen zin in. Dus ja, ja, dat kan ook een reden zijn. Jongens die hun vriendin gaan ontlopen omdat ze zich schamen voor hun vriendin. Waarom heb je dat met die meid? Dat snap ik dan weer niet. Maar misschien zijn ze verlegen. Ik heb wel een keer gehad dat ik dacht van, er was iemand had ik mee toen op de school en ik durfde haar nog geen knuffel en zo te geven. Daarom onderliep ik haar, want ik was heel ongemakkelijk. Ik kende die vrienden niet, ik kende niks. Dus ja, toen dacht ik van, ik doe maar lekker niks en ik ga er omheen lopen. Dat kan. Maar ja, dat is weer gewoon normaal. Alleen maar seks willen. Wauw, toen ik 14 was speelde ik Minecraft. Zich bemoeien met wat je aandoet, dat snap ik wel, maar dan willen ze juist van, ja, dan ben je op dat moment weer te knap en dan zijn ze van, shit, straks gaat een andere jongen aanpakken. Niet pakken op die manier, maar gewoon afpakken. Oké. Al je dromen tegenhouden, ja, dat hoeven ze niet te doen. Dit was de video, vond je de video leuk? Zorg dan zeker voor dat je like en abonneer, dat kan allemaal hier beneden. Weer in deel 2. Zorg dan zeker voor dat we de 500 likes halen, dat zou super zijn. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer later.